Breda Nu. Je weet het meteen. Pietjes, centjes. Ja, kinderen, hè? Ja, precies. Sinterklaas komt eraan, dus ja. Moet je ook klaar houden. Lekker om te eten met aardappeltjes. Even kijken, wordt het €15,75 als kind? Ja. Momentje. Het is €15, hè? Ja, moment hoor. Ik, klein momentje, Sjoerd. Ja, wat krijg je nou? Ja, ik zie dat... Ik heb het niet. Oh, maar kunt u ook pinnen? Als u wilt. Ja, maar mijn pinpas is kapot. Kunt u misschien... Kan er wel wat afhalen als u wilt? Ja, laat dit maar over en doe dit maar allemaal maar terug. Oké, gaan we doen. Dat wat u net zag, dat was in scène gezet. Maar er zijn hier in Breda veel mensen die dit dus wel overkomt. En wij hebben allemaal onze oordelen als we iemand zien die naar de voedselbak moet. Het zal hun eigen schuld wel zijn. Maar ik kan u verzekeren dat het bij lange na niet zo is. Kinderen hebben recht op een goede Sinterklaasviering. En dat zal toch maar ontzettend vervelend zijn en ernstig voor je kind als hij geen Sinterklaas, hij of zij geen Sinterklaas meer kan vieren. Omdat het doodleuk geen geld is. En dat je dus je boerenkool moet kiezen voor dat leuke chocoladepoppetje. We zijn hier nu in een winkelcentrum in Heusdehout. Waar een inzamelingsactie wordt gedaan voor de voedselbank. En we gaan nu even praten met de Arendtaal organisatoren daarvan. Hoe gaat het inzameling? Het gaat fantastisch vandaag. We zijn dus nu vooral heel erg met Sinterklaas snoep bezig. Omdat we zo graag willen dat kinderen tijdens de Sinterklaasperiode iets krijgen. En niet pas nadat Sinterklaas weer terug is naar Spanje. En het gaat hartstikke goed. Dus we hebben al 2, 4, 6. 6 dozen hebben we al ingezameld. Ik denk dat niemand vrijwillig naar de voedselbank gaat. Niemand is uit eigen wil afhankelijk daarvan. Je kunt je baan verliezen, je kunt ziek worden. Je kunt je partner verliezen. Hè, of omdat de partner overlijdt of je gaat uit elkaar. Gedwongen je huis moeten verkopen, restschuld. Er zijn allerlei mogelijkheden, maar ja, niemand is uit vrije wil afhankelijk van de voedselbank. U bent briefjes uit en delen. Klopt. Hoe reageren mensen daarop? Mensen zijn heel erg vriendelijk en ik moet heel eerlijk zeggen, zijn al heel erg bekend met het fenomeen voedselbank. U heeft net gedoneerd. Ja, dat klopt. En waarom doet u dat? Vanuit welke... Er zijn mensen die het minder hebben. Dus dan vind ik het toch belangrijk dat je daar met z'n allen voor klaar staat. Toch? Ik zie dat u doneert voor de voedselbank. Dat klopt, ja. En ook aan u de vraag, waarom? Omdat wij het kunnen betalen. Ze staan hier 1 keer op de 3 maanden, denk ik. En wij doen alleen maar met de voedselbankactie mee. Wij doneren niks aan iets anders. Alleen als ze hier staan, kopen we iets extra's voor de voedselbank. Breda Nu. Je weet het meteen.